Heb ik de vorige keer uitgelegd hoe je uiteindelijk je foto tot een bewerking als deze kunt maken. Vandaag gaan we daar meer een schilderijachtig iets van maken. En om dat te doen heb je in Photoshop verschillende opties. Je hebt allereerst in Photoshop het filter olieverf. Dat vind je hier bij styleren en dan heb je daar olieverf staan. Bij mij is het lichtgrijs, maar dat komt omdat we op dit moment ook een aanpassingslaag hebben geselecteerd. Op die manier zal Photoshop de foto echt helemaal zelf. Een eigen interpretatie geven van een schilderij. Daarvoor moet je wel een grafische kaart hebben die Adobe ondersteunt. Heb je dat niet, is er ook nog een alternatieve manier? Klik hierboven even om dat filmpje te bekijken. Maar dit filmpje gaat over een derde manier. We gaan het echt gewoon helemaal met de hand doen. En het gereedschap wat we daarvoor gaan gebruiken is de natte vinger. Wat je met een natte vinger doet is eigenlijk gewoon het uh, uitsmeren van je kleuren in je foto. En dat kun je met een kwast doen. En om nou een fatsoenlijke kwast te hebben, gaan we die eerst maken. Dus ik ga naar Bestand, Nieuw. En het maakt even niet uit welke resolutie je neemt, zolang die maar vierkant is. Dus ik ga in dit geval voor 1000 pixels breed en 1000 pixels hoog. Ik zorg dat wit mijn achtergrondkleur is en verder maakt het allemaal niet zoveel uit. Resolutie en bitdiepte is niet van toepassing. En vervolgens krijg ik dit. Hier ga ik een kwast opmaken en dat doe ik gewoon eenvoudig door een kwast te selecteren. Ik maak hem iets kleiner, wel een hardheid van 100%. En ik ga hier bolletjes inzetten, zwarte bolletjes. Gewoon op willekeurige plaatsen ga ik die bolletjes neerzetten. Ik varieer ook een klein beetje in de grootte. En dit vind ik op zich wel aardig. Hiervan ga ik een kwast maken. En dat doe ik via bewerken. En dan heb je daarin staan voorinstelling penseel definiëren. En je kunt hem een naam geven. Hoe zal ik hem noemen? Nou, laat ik hem noemen: rare kwast. En vervolgens zie je al wat er met mijn cursor gebeurt. Dit wordt opeens mijn kwast. Als ik nu even de inhoud van deze laag weer leeg maak en ik zou één keer klikken, dan zie je dat ik heel die vulling meteen in één keer heb. Dit document kun je gewoon weer sluiten en hoef je niet op te slaan. Met deze kwast ga ik dus eigenlijk met de natte vinger werken op mijn schilderij. En dat ga ik doen op een manier dat het natuurlijk gewoon. Altijd nog hersteld kan worden. Want ga ik rechtstreeks op deze foto tekenen en gaat het mis, dan heb ik een probleem. Kan ik niet meer terug of ik moet helemaal opnieuw beginnen? Ik ga allereerst een nieuwe laag aanmaken en dat doe ik hier via het vierkantje met het plusje. Ik krijg een lege laag en ik ga hier naar het gereedschap natte vinger. Als je je kwast wat groter maakt, dan zie je dat ik op dit moment een hele andere kwast heb. Maar als ik hier bij de kwasten een rare kwast uitzoek. Dan zie je dat ik weer bij mijn originele kom. Dan zie je dit scherm nu niet. Je kunt ook hierboven even klikken. Dan komt het ook tevoorschijn. En de kwast die je net gemaakt hebt staat altijd helemaal onderaan in de rij. Ik maak hem even iets kleiner en ik ga even iets verder inzoomen. Nu ga ik hier dus mee schilderen over mijn foto dadelijk. En daarmee ga ik dus eigenlijk gewoon als een soort natte vinger alles uitwrijven. De sterkte, die zet je gewoon terug. Het hoeft niet meteen op 100%. En aangezien we een lege laag hebben, moet hij dus kijken naar alles wat daaronder ligt. Dus hij moet een monster nemen van alle lagen. Dat is op zich wel even belangrijk. En wat je dan doet, je kijkt eigenlijk in je foto naar donker en licht. Als je bijvoorbeeld hier de neus neemt, dan heb je daar op de neus zelf een lichte streep. En hier aan de zijkant van de neus is het wat donkerder. En hier bij de neusvleugel is het nog donkerder. En dat zijn allemaal gradaties, daar moet je allemaal in gaan schilderen. En ik ga gewoon eens even boven op de neus beginnen. En je ziet eigenlijk al een beetje wat er gebeurt. Zo ga ik ieder gebied wat een eigen kleur heeft, ga ik gewoon los behandelen. Ik doe heel even een klein stukje en dan laat ik dadelijk even wat meer zien. Ik heb nu een aantal stukjes gedaan en als ik de alt ingedrukt hou en op het oogje voor mijn lege laag klik, dan zie je dat deze laag niet helemaal leeg is. Je ziet dat daar een klein beetje in geschilderd is. Dit is dus wat we net met het effect natte vinger hebben gedaan. Laat ik alles weer even zien en ga ik weer terug naar het filter. Je zag, of terug naar de kwast, je zag dat er een aantal stukjes over zijn geslagen. Nou, die ga ik gewoon weer netjes opvullen. En zo ga je eigenlijk heel je foto af. Vind je het effect te sterk, dan zet je de sterkte gewoon wat minder. En vind je het allemaal te lang duren, dan zet je de sterkte omhoog. En je ziet wat het verschil is. Je ziet ook dat er eigenlijk als de sterkte te hoog gaat iets misgaat. Je ziet dat ik eigenlijk tinten, donkere tinten uit ga vloeien in lichte gebieden. Nou, dat is niet de bedoeling. En hier komt dus het voordeel dat we op een lege laag werken. Als ik gewoon heel eenvoudig mijn gummetje pak, dan kan ik de inhoud van dat stuk lege laag gewoon weer uitvegen. En ik kan de sterkte weer een beetje aanpassen en het even opnieuw doen. Voor de hele fijne lijntjes maak je de kwast gewoon heel klein. Zou ik de sterkte in dat geval ook wat hoger zetten? En dat kun je gewoon heel eenvoudig. Uh, met de numerieke toetsen bovenin, als ik bijvoorbeeld op de 0 druk, dan zie je dat mijn sterkte naar 100% gaat. Druk ik op de 2, dan gaat het naar 20%. En druk ik op de 6, dan springt het naar 60%. Druk ik twee getallen achter elkaar in, vrij snel, bijvoorbeeld 2, 5, dan zie je dat het 25% wordt. En met de haakjes toetsen kun je vrij snel de grootte van je kwast bepalen. Blijf ook een beetje in de richting van je licht werken. Als ik bijvoorbeeld eens in ga zoomen op de lippen, dan zie je dat daar allemaal ja, plooitjes in zitten. Kies ik nou een vrij kleine kwast met een grote sterkte van bijvoorbeeld 70 en ik zou daar zo overheen gaan schilderen, dan zie je dat die plooitjes eigenlijk gewoon verdwijnen. Dus ik maak dat even een paar stappen ongedaan met Ctrl-Z. En ik maak de kwast nog een klein beetje harder, 90%, en ik blijf dus gewoon netjes in de richting van die plooien werken. En ik doe dit niet met mijn muis, maar ik doe dit met een tablet. Want in dit geval zijn het heel veel lijntjes die je moet gaan zetten. Het is echt gewoon handwerk. En zou je dat met een muis moeten doen, dan word je gewoon helemaal gek. Dus doe dit gewoon met een tablet. Of aan het einde van de avond heb je echt gewoon last van je hand. En op deze manier ga je dus heel je foto af. En dat is echt gewoon behoorlijk wat werk. En na een uurtje werken kom je dan uiteindelijk tot dit resultaat. Als ik dan op de alt klik en op het oogje voor de laag, dan zie je dat ik dit heb gedaan. En je ziet dat ik eigenlijk niet alles perfect heb gedaan. Ik zie dat ik bijvoorbeeld hier nog. Een uh, redelijk stuk gemist heb. Dus dat vul ik nog even in. Maar dat ik kleine stukjes heb gemist, dat is op zich niet zo heel erg. Als ik even inzoom naar 1 op 1, dan zie je dat het resultaat toch vrij aardig is. Dit is het zonder en dit is het met. Maar van die kleine stukjes die ik gemist heb, daar ga ik eigenlijk nog een klein beetje gebruik van maken. Ik ga daar een klein beetje schaduw op invullen. En dat doe ik via laagstijlen. Ik dubbelklik gewoon in een leeg gedeelte van de laag en ik kies daarvoor slagschaduw. Nou, en dit staat redelijk um, agressief. Dus ik ga allereerst de dekking wat verlagen tot echt maar een fractie. En ik ga de hoek een klein beetje verdraaien, dat die wat beter correspondeert met het licht wat we hebben. Laat ik de dekking even. Naar boven halen, dan kan ik gewoon beter zien wat ik doe. Ik ga een klein beetje pielen met de drie dingen: afstand, spreiden en grootte. Totdat ik denk, van nou, dit is wel aardig. En vervolgens zet ik de dekking heel laag, zodat het echt maar subtiel erin zit. En dat geeft net een fractie meer diepte in mijn schilderij. Vanaf een afstandje valt het eigenlijk allemaal wel mee. Maar het komt dus pas echt uit de verf, letterlijk en figuurlijk. Als je gewoon goed inzoomt. En ja, het is heel wat werk om te doen. En ik heb het in een uurtje gedaan. En dat is misschien eigenlijk veel te snel. Want misschien zou je hier, als je het echt goed wil gaan doen, wel vijf of zes uur mee zoet zijn. Uh, maar het loont zeker de moeite. Vergeleken met bijvoorbeeld het olieverfschilderijfilter heb je hier gewoon zelf de handmatige controle. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En doei doei.